Ik hoop het. Want al die pakken duvel die we geïnvesteerd hebben, die moeten we wel terugvinden. Nee, maar zuske, je hebt er wel meer van een elf van soldaat gemaakt, hè? Of ze dat al vergeten? Stop dat geruzie! Wat moeten ze hier niet van ons denken? Alsjeblieft, meneer. Dat is ons inkomstbewijs, het gouden muntje. Ja, kolon Auguste. En daar is een zak wel in elke avond zelfs voor geweest. De laatste 14 dagen. Wat op je gemak, Louis. Of ik zal een boekje eens open doen. Ik heb daar genoeg duivel voor gedaan. Dus laat dat boekje nu maar toe. Stop, jongens. Stop. Mijn motto is... Het leven is veel te kort om lang ruzie te maken. Uw motto. Voor mijn part zet je een motto in haar garage. Maar weet het dat? Bedoeling, dat is de beroemde filosoof Jaap Fruitel, die totaal onbekend is. Ik ben Jacoba, zijn echtgenote. Aangenaam. Ons Lisette zegt ook altijd dat ik een echte filosoof ben, omdat ik het zo goed kan uitleggen. Ach man, baas op me. Voor filosofie moet je ettelijke jaren studeren. Amai, Jaapio, waar heb je die opgeschuurd? Het is... Op een dag vind je de vrouw van je leven. Maar het spijtige is, dan ben je al getrouwd natuurlijk. Wat zeg je, ja? Dat hem op een dag u meeneemt op zijn motto. Zeg, baasje, val je met dat spel Nieuwkroos geld winnen of alleen dat kasteel? Mijn motto is, geld lijkt op vet. Van beide is er genoeg, maar altijd op de verkeerde plaats. Dat is een goeie, die moet ik onthouden. Zeg, filosofen van mijn voeten, me niet afronsteren. Wacht eens even. Per gouden muntje mocht er 2 gasten komen. En ik tel 5. Ik heb ergens de les wiskunde gemist. Mijn motto is, er zijn 3 soorten mensen. Zij die kunnen tellen en zij die dat niet kunnen. Wij zijn hier. 1 muntje, 2 gasten. Lesterdij moesten een keus maken tussen ons gezet en een zak alin. En komt nu. Mijn motto is, als je een keuze moet maken en je doet het niet, is dat op zich ook een keuze, namelijk de keuze om geen keuze te maken. En daar moeten zoveel jaren voor studeren. Ik zal dit probleem toch even moeten bespreken met de graaf. Lesterdij, manneke. Ons gezet is met een halve trouwboek. Die blijft dus. En als ons aqualin geld gelopen heeft, krijg je nu geen stokken meer bouw. Dus die graaf moet al van een goed buiten zijn om die erbouw te krijgen. Doorlokken, kom mee! Luister, hè. Ik blijf. Het leven is te kort om te discussiëren, dus ik heb altijd gelijk. Lop, nog een filosoof. Lijkt wel of je zusjes goed aan lucht, Louis. Kan ze niet uitstaan, ja. Mijn motto is, als iemand niet goed kan uitstaan, loop dan eens een kilometer in haar schoenen. Op die manier ben je een kilometer van haar verwijderd en heb je ook nog eens haar schoenen. Dat is een goeie kameraad. Kom, we gaan erin pakken. Ik heb een bakje duvel bij. Want mijn motto is, er zitten 24 flesjes in 1 bak en 24 uur in 1 dag. Is dat toeval? Veel mooier dan het mooiste schilderij.
Wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Dat is wat anders dan het decor van Fien om te zien, hè Maura? Inderdaad, ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Dat krijg ik nu ook zien als ik met Floris op vakantie mag gaan. En moet jij hier blijven slapen ook? Ja, Sherry, je hoeft niet naar huis vandaag. In zo'n tocht dit kasteel? Als ik van u was, zou ik toch een langer kleed gaan doen, hoor. Ze biedt schaart genoeg ontvalling op. Ik heb mijn mannetje aan, hoor, die teken. En daarna geloven, nooit geloven zonder zien. Ik doe altijd een minirok aan. Mijn oma was de uitvinder van de minirok, de beroemde Mary Quant. En mijn vader is de uitvinder van de bitterballen, maar dat wil nog allee, niet zeggen. Doe niet, het is al goed zo. leuk allemaal, maar mag je deze vrolijke bende eer onderbreken en naar de gouden muntjes vragen? Maar natuurlijk, voor zottige. Hier zie, steek nu een zakje. En zeg je dat we nooit geen drinken, hè? Nee, gewoon een shirt met een brave apostel of een Brugse zot. Maar nu vroeg de klant in het salon naar een duvel. En lap, stak daar toch niet dat goud muntje in, zeker? Wauw, dan hebben jullie veel meer geluk dan wij. Wij hebben daar bijna een hele bak voor moeten drinken. Ja, en weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Heel beestjes om me heen. Ik geloof dat jullie al net zo'n goede vriendinnen zijn als de Floris en ik. Of ben ik al niet? Nee hoor, luister maar. Mijn zilveren ketting die past heel mooi bij.
Zeg eens, Vrolijk, is dat een knappe gast die graaf? Heel dat. Kalemaan, hè, Dietje? Daar, Vroeske. Al dat volk met een goed aan. Ja, Dietje. Ze hebben hun best gedaan. Allemaal schoon opgetaloord. Zie daar, de knap vind je daar. Zat dat daar net nog niet in als kapsalon? Nee, Dietje. Het trekt erop. Maar zo'n koepsat, dat kan niet. Allee, kom, Floriske. We gaan ons valiesjes uitpakken. En terwijl kunnen die mensen boven iets gaan drinken in de foyer. En je weet het, hè. Trek je portemonnee al maar open, want waar de broeken zijn, moet er geen rokken betalen, hè. Amai, mijn ogen. De mens moet hier zelfs zijn eten nog oprollen.
Zeg, project. Neem de klok van het tafeltje. Voilà, hè. Die is preskop. In zuur. Ik hoef deze beledigingen niet te aanvaarden. Amai, nee. Ik denk dat dat niet voor te lachen is. Maar alleen, het belangrijkste net genoeg. Als je iets bij die deken langskomt, zal ik je kopje eens wanneer. Zullen we potten? Oh, een kapper. Die mag mijn haar ook eens doen. Want ik ben zo mooi, zo blond en zo alleen. Voordat alleen, zet je bij mij aan het verkeerde adres, een scheetje. Mijn motto is, wie naar alle kanten lacht, krijgt alleen maar rimpels in zijn gezicht. Dat is nu een echte filosoof. Het drolleke. Drolleke, scheetje, drolleke. Je bent zeker dat je een coiffeur bent en geen wc-madame. Je denkt, de reden is gekomen om te lachen, komt bedrogen uit. Luister, je bent gekomen om dit kasteel te winnen. Voilà, juist op tijd. Hoofd, leg jij eens uit wat deze mensen hier komen doen. Dit zijn Jean-Marie Pfaff en Anne Kroonbeekse. Zij maken het tv-programma Mijn Kasteel op Vier TV. We hebben ook onze cameraman mee, Lens Camera. Het werkt in Das Aug, in Duitsland, op de televisione, Austin. Wat vragen ze, Jean-Marie? Blanksgezet. Oh, fantastisch! We komen op televisie! Mijn motto is, voor mij is televisie erg leerzaam. Van het moment dat iemand hem aanzet, ga ik naar de bibliotheek en ik lees een boek. Niet opletten, mannen. Dat is onze kasteelfilosoof. Geen gezwet. De eerste opdracht is simpel. Het koppel dat langs met twee blijft, krijgt de eerste tip waar de eigendomspapieren van het kasteel liggen. Hola, maar wij zijn met drie. De graaf heeft beslist dat Aqualit niet meetelt. Dat is nu een goed keuze, graafke. Niet te familiair, heer Louis. Maar chérie, verlaat me nooit. Ik ben zo eenzaam zonder haar. En mijn Floris en ik zijn als Nicole en Hugo, onafscheidelijk. Als ik jullie een goede raad mag geven, ga zo vlug mogelijk bij jullie partner staan en laat ze niet meer alleen. Magnus, niet vergeten dat van de kast te vertellen, hè? Halt! Nog één belangrijke mededeling. Kijk of kruip nooit in die kast achteraan. Het is geen gewone kast, maar een tijdsdoos. Een van mijn befaamde uitvindingen. Ola, dat is nog iets voor ons, Lisette. Ze kan nog een paar jaar jonger worden. Ja, zet mij maar 25 jaar terug in de tijd, kan ik een paar strafjes en stouwen. En voor mij een paar rimpeltjes minder. Afblijven is de boodschap, of er gebeuren ongelukken. Als je niet wilt spreken, zou ik mijn liefste folter tijd moeten gebruiken. Ah! Nee, Mona, dat niet! Niet meer dat! Ah! Wat is er met de kasteelte, man? Henk, hart aan de hand. Ah! Doe, man! Ik moet al alles, man! Er mag geen aan mee! Alsjeblieft, Henk heeft de rozenperk gegeven aan Maria Magdalena, de meid van de pastoor. Ik wist het! Niemand houdt iets verborgen voor Mona. En waar zijn de tulpen? En azaleas? Doe, Mona! Laat me dat niet vertellen! Ah, stop, ik vertel alles! Ik luister. Henk heeft die bloemen in de kerk gezet op een surprise van het stuk plezier. Oké, ik weet genoeg. Lens, heb je het opgenomen? Dit leert prachtige televisie op. Dat is wat anders dan op Vafs, hè? Staat erop. Jean-Marie,
Brr, Griffy, die klonk als een kook hebben snoven. Kook snoven? Ik heb dat ook eens geprobeerd, maar ik kreeg die uitbroekjes niet om mijn neus. Mooi, ik kan mijn leven niet meer. Is er nu echt geen kans dat vader een goede daad doet, Magie? Die kans is niet heel dom. Sorry. Kunnen we hem echt geen handje helpen? Ik ben dat spook zijn spuugzat. Je weet dat een goede daad niet telt als die kaart geholpen wordt, hè? Pas op, daar komt de familie van voren. Ik kap het aan. En die verdomde Frankenstein zijn er ook weer bij. Ik maak me aan de voeten. Ach, toe. Dat komt ervan als je te lang bij ons zak wel in zit, hè? En ik vind die graaf eigenlijk wel een interessante man. Zou die nu nooit meer aan trouwen? Zeg dat het niet waar is, Aqualine, dat je met die creep wil trouwen voor zijn geld. Nee, wat mijn motto is, trouw nooit voor het geld. Je kunt het veel goedkoper lenen bij Leemans, want lenen bij Leemans is lenen bij een vriendin. We moeten geen angst hebben voor die spoken. We hebben toch onze Ghostbusters? Oh ja. En waar zijn die dan? Maar dat zijn wij, manneke. Alsjeblieft, zeg, oude koppel is bij. Ik voel mij toch niet op mijn gemak, baas. Gelukkig heeft die magius mijn arm kunnen korter maken. Dat was nog 90 graden zeker? Oh, is dat je baas? Ja, dat denkt hij toch. Oppassen nu, mateke. Heb jij die opdracht goed begrepen, Louis? Ja, wie het langst bij elkaar blijft, krijgt een hint om de eigen opdrachten van het kasteel te vinden. Kom, je zit er nu weer dicht bij hem blijven dan. Ola, maar jij telt niet mee, heeft de graaf zelf gezegd. Dat zulde dan weer niet goed verstaan hebben, hè. Je doet toch alles goed, hè, Didier? Oh nee, ga je weer aan jezelf beginnen twijfelen? Is dat een afwijking? Nee, maar ik denk altijd dat hem te dik is. Of dat zijn oren te groot zijn, of dat zijn oren te scheef staan. Hoe vaak moet ik het je nog zeggen, Floriske? Jij bent goed zoals je bent. Ik ben
Wel, baas, er trekt hier iemand aan mijn kleren en ik zie niemand. Stop nu eens met dat gejammer. Ons nu zet en ons dat wel in, vader. En mijn Floriske zie ik ook nergens. Maar zeg, als ik dat stukje graag in mijn pollen krijg, dan heeft ze een beste dag moeten zijn. We moeten niet beginnen zonder ons nu zet. En zonder ons aqualine, Louis. Oh, maar dat is nu precies zo erg nog niet. Kom, Louis, we gaan het kasteel opzoeken. Ze moeten toch ergens zijn? Mijn Floriske kan niet zonder zijn, die deken. En niet zonder ons nu zet. Kom, zoeken we blazen.